En het lijkt nu heel erg toevallig allemaal dat Piet Mondriaan op deze manier in mijn leven mijn pad kruist. Die heeft natuurlijk al lang mijn pad gekruist in het Stedelijk Museum. En met de stijl, met zijn fantastische collega Rietveld. En wat mij zo boeit aan Piet Mondriaan, is dat hij dwars door alle maskers heen, dwars door alle maskers heen, alle uiterlijk vertoon, naar de essentie, naar de kern is weten te komen. En eerlijk gezegd, dat is precies de manier waarop ik elke rol die op mijn pad komt, wil spelen. Helder, transparant, gespeend van valsigheid en opsmuk. Zo wil ik alle rollen spelen, alle rollen. Of ze prijzen krijgen of niet, dat interesseert me dan helemaal niks. Net als Piet Mondriaan. Het interesseert hem allemaal geen flikker.